Hebben jullie dat gezien? Die verpleegkundige. Ja, die verpleegster. Die wanhopig vertelde dat ze gewoon bedreigd was. En die vertelde gewoon dat iemand tegen haar schreeuwde, dan vermoord ik je. Die was daar nog helemaal van ontdaan. En die verpleegster, die smeekte bijna om respect. Die vroeg aan de Nederlanders, heb nou alsjeblieft respect voor wat wij doen voor jullie. Zover zijn we nu al gekomen in Nederland. Dat een verpleegster moet vragen om respect. Heb je dat gezien? Dat was in Nieuwsuur. Ja, en dat ging over het gedrag van de Nederlanders. Wat zag je die trambestuurder? Die trambestuurder die werd ook gewoon uitgescholden. Ja, en beledigd. Met kut Marokkanen en noem het allemaal maar op. En zag je die boa? Heb je die gezien? Ja, die vertelde over hoe vaak ze ook niet beledigd en bedreigd was. Ja, en dat niet alleen. Een collega was gewoon in zijn gezicht gespuugd. Dat is er allemaal aan de hand in Nederland. Dat land dat vroeger zo leuk en gezellig was, Nederland. Dat was ons land. En dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Dat is ineens helemaal ontspoord. En wanneer is dat nou gebeurd? Hoe kan het nou zijn dat dat leuke, gezellige land er niet meer is? Dat bestaat niet meer. Wanneer hebben we die verkeerde afslag genomen? Dat we het woord fatsoen gewoon een streep hebben gegeven in de grote vandalen. Dat bestaat gewoon niet meer. Dat we alleen nog maar met koeienletters het woord onbeschoft en onbehouden schrijven. En dat bleek, want een expert op het gebied van gedrag, die vertelde dat wij Nederland twee keer zo erg zijn in dit soort incidenten van hufterig gedrag. Hoe kan dat nou? En daarom het wemelt van vraagtekens in mijn hoofd. En ik zit alleen maar te piekeren. Wanneer en waar is het fout gegaan met ons? Waar en wanneer zijn wij zo geworden? Ik weet het gewoon niet. Want we moeten ons toch allemaal nog kunnen herinneren. En misschien is dat wel 20 of 30 jaar geleden. Dat we ons allemaal aardig gedroegen. Dat we niet gelijk met dat korte lontje iedereen uitscholden. En beledigden en met de dood bedreigden. Dat Nederland, dat kennen we toch nog. Dat zit toch nog ergens diep in ons. Dat moeten we nog weten. En daarom jongens, alsjeblieft, kijk af en toe eens even in de spiegel en denk bij jezelf, ben ik ook zo geworden? Of is het alleen de ander? Of ben je het zelf ook? En ben je onderdeel van dit vervelende Nederland? Dat moet je jezelf afvragen. En daarom is mijn verzoek, beste mensen, laten we hiermee ophouden. En laten we gewoon weer van Nederland maken wat Nederland was. Dat leuke, gezellige land.